waren we een weekendje weg. Gezellig. Gezellig, zeker. En toen waren we een hotelletje, een beetje ouderwets hotelletje. Mm-hmm. Tegenwoordig hebben ze wel eens pasjes, maar nee, wij kregen een sleutel. Met een balkje eraan. Met een stuk hout eraan, zeg maar. Ja. Een halve boom zat eraan. leuk, maar we gingen op het terrasje zitten. En ik zat met het ding in mijn zak. Ik denk, daar zitten we geen meter, zo'n lange... Zo'n balkje in je zak. Zo'n lange... Precies dat. Dus ik haalde die tevoorschijn en ik zat ermee te spelen. En toen dacht ik, hé, wacht eens even, misschien kun je er iets leuks mee. In principe is gewoon zeg maar een kettingje aan een stokje, dat is wat het is. Het is niet minder. Het is niet minder, zeg maar. Ja, ja. Maar wat nou, als je, toen dacht ik, wat nou als ik dit zou kunnen doen? Dat ik dat zou kunnen verplaatsen. Zeg, je pakt het kettingje vast, zeg maar, ik zal het zo vast houden, ik kan het duidelijk zien. Ja. Je pakt het kettingje vast en je verschuift dat kettingje, het hele gaatje, zeg maar, naar een andere plek. Zie je? Dus dat het gaatje dan, zeg maar, in je midden komt te zetten. Dat is heel vreemd. Dat is, nou, dat is op zijn minst... Waar zijn ze bij het hotel? Nee, die ober is gekeken. Wat doe je nou? Toen dacht ik, maar als ik het naar het midden kan verplaatsen, kan ik waarschijnlijk ook heel makkelijk het terugzetten op het uiteinde, zie je? Kan ik ook, dan gaan we weer terug. Het kan aan mij liggen, maar ik begrijp er helemaal niks van. Nee, dus voor alle duidelijkheid, je kan het gaatje verplaatsen naar het midden. Zo, zie je? Zeg maar, zo. Of je kan het verplaatsen naar het uiteinde. Even voor duidelijkheid, er zit dus niks in wat kan schuiven of zo. Nee, er zit hier niks, het is echt gewoon een massief plankje. Een balkje met een gat erin. Dat is wat het is. Meer niet. Dat is de Keychain Mystery. Keychain Mystery heet het. Wil je checken? Ja. Keychain Mystery kost €25.